Binnen het thema vrijwilligerswerk uit kunst organiseert de match donderdagavond een gezellig samen zijn met alle vrijwilligers in Venray. In de Schouwburg werden de genomineerden naar voren gehaald om in Pluim in ontvangst te nemen. We hebben één avond per jaar dat de vrijwilliger echt in het zonnetje gezet wordt. En dan krijgen ze een blik van waardering, een pluim, uitgereikt door de burgemeester. Voorheen hadden we altijd de organisatie van het jaar. Welke organisatie het meeste doet voor zijn vrijwilligers. Vorig jaar hebben we gezegd, we gaan de vrijwilligers in het zonnetje zetten, die krijgen een pluim. Dit jaar voor de tweede keer. Er zijn ook weer hele andere organisaties die mensen hebben voorgedragen. Dus dat is wel heel leuk. Dus als ik het voor het zeggen heb, ik zou dit nog wel jaren zo door laten gaan. Zo, jullie hebben de pluim gewonnen vanuit het Brugske. Vertel eens waarom dat jullie die gewonnen hebben. Wij hebben de straat schoon gemaakt. En we hebben iets gekregen van Henkie dat we de straat schoon moesten maken. En ja, dat was het. En zijn jullie er ook trots op? Jazeker, we hadden wel veel aan het werken gedaan, ja. We waren wel heel trots dat we dat hadden gewonnen. Oké. En hebben jullie daar veel energie en veel tijd in moeten stoppen? Ja, best wel. We waren wel moe en soms deden wij ook een beetje genieten, ja. Een beetje voetballen, ja. En als wij iets zagen, bijvoorbeeld iets rotzooi of ruzie, gingen we uit elkaar halen. Ja, zo. Dat was het. En zijn de mensen in Brugske ook dankbaar dat jullie dat doen? Ja, sommige oudere mensen zijn best wel dankbaar. Ze zeggen, kinderen gaan zo door. Maar andere kinderen, zien ze ons met de hesjes. En dan zitten ze ons uit te lachen, maar daar reageren wij niet op. Wij zijn gewoon blij dat we zo'n wijk hebben. Leuk, vriendelijk. Ja, dat was het. Dankjewel. En gaan jullie daar volgend jaar nog, of de komende maanden nog mee door? Ja. Ja? Ja. Wat gaan jullie dan nog doen? Weet ik niet. Jullie gaan weer hetzelfde werk doen? Ja, hetzelfde werk. Ja, en weer allemaal samen? Ja, weer allemaal samen. Deze groep jongeren kreeg de pluim dus omdat ze er mede voor zorgen dat het Brugske een schone wijk is. Daarnaast zijn er vele andere redenen te noemen waarvoor de vrijwilligers de pluim kregen. Dit gold ook voor een totaal verbaasde Hilde Willems. Nou, als eerste was ik erg verrast. Ik hoorde het om 6:00 toen ik terugkwam van mijn werk, dat ik me moest omkleden en dat we ergens heen gingen. Dus dat was wel, ik had zoiets van, wat is dit dan? En toen vertelde mijn man dan van dat ik genomineerd was, of in ieder geval voor alle inzet voor de jeugd in ons dorp. Ik heb gehoord dat het op diverse fronten zit. Mm-hmm. Wat houdt je zo het meeste bezig? Verschillende dingen, vooral de jeugd inderdaad. De jeugd in Oostrom kan niet echt ergens lekker hangen, net als wij dat vroeger in de Soos konden. Dus daar hebben we het jeugdcafé van gecreëerd, samen met ouders en met de jeugd, met kinderen die dat zelf verder helemaal organiseren. Wij faciliteren alleen. Het Oranje Comité, dat is ook weer een initiatief geweest van ouders die naar mij toe kwamen van Godshilde, we hebben hier in Oostrom niks meer, kunnen we wat gaan opzetten? En zo is dat gaan groeien en hebben we met Koningsdag een hele leuke activiteiten gewoon in het dorp. Daarnaast het Kermiscomité. Om de jeugd, en dan is dat weer de kleinere jeugd, echt de jeugd van 4 tot 12, om die wat meer te betrekken bij de kermis, de kermis wat levendiger te maken, ouders erbij te betrekken, waardoor je een dorp gewoon leefbaar houdt. Dat het vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staat van de gemeente Venray, blijkt wel uit het feit dat zowel burgemeester Hans Gillissen en wethouder Anne Thiele aanwezig waren om de onderscheidingen uit te reiken. Ik lees even voor waarom ze jou hebben voorgedragen. Tina is bijna 5 jaar geleden bij Platform Lage Inkomens Venray komen werken. Zij is altijd enthousiast en recht door zee aan het werk. Top dat ze bij de invoering van het avondspreekuur heeft aangegeven dat zij dit vast iedere dinsdagavond wil doen. Met een van haar andere collega's in Tourbeurt. Dat vind ik toch werkelijk een fantastisch gebaar naar onze medemens die dat zo nodig heeft.
En daarom, zegt het platform, daarom verdient Tina dubbel aan dwars de pluim. Wij waarderen onze vrijwilligers zeer. Je ziet hier vanavond een greep uit duizenden vrijwilligers die Venray kent en die zich belangeloos inzetten voor de medemens en voor de Venrayse samenleving. En het is daarom ook mooi dat Match deze avond heeft georganiseerd om ook dankbaarheid uit te spreken. Dankbaarheid dat ze dat al die jaren belangeloos doen. De vrijwilligersorganisatie Match is trots op de vele honderden vrijwilligers die zich al jaren belangeloos inzetten voor de Venrayse gemeenschap. Daarnaast zijn er nog steeds nieuwe vrijwilligers hard nodig. Of we mensen nodig hebben als vrijwilliger? Volmondig ja. Wij zouden het heel leuk vinden om bij Match nog nieuwe vrijwilligers aan het werk te zetten, want het is zo leuk werk. Iedereen die zegt ik zou best bij Match willen werken, die mag mailen, die mag bellen, die mag binnenkomen lopen. Ik zou haast willen zeggen de koffie staat klaar. Ja, kijk, vrijwilligerswerk, dat kan in hele kleine dingen zitten. Dat kan al in boodschappen doen voor de buurvrouw of een kopje koffie drinken in het bejaardentehuis. Dat kan op vele verschillende manieren. En het is juist de kunst om uit te zoeken wat bij je past. En op die manier eigenlijk dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan de Venrayse samenleving. En ook een bijdrage levert aan zijn medemens. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have an heaven's blessed. I can't believe that God has done. Who has given life as one? Isn't she lovely? Thank you.